We hebben Kochem verlaten, of Ernst zonder we eigenlijk. 6 kilometer van Kochem vandaan op de camperplaats. Nou, was niet heel bijzonder. Maar ja, dat zijn ze allemaal niet daar in de buurt. Alle drie niet, die daar in de buurt lagen. Dus ja, dan moet je het maar doen met wat er is. En we zijn nu in Wissembourg in Frankrijk, net over de grens. En dat is een oud stadje. En hoe noemen ze het ook weer? De Elsassroute of zo? Zeg ik dat goed? Iets met de Elsassroute gaan we rijden deels. Dus we gaan wat dorpjes, wat plaatjes bekijken. We hebben de camper nu neergezet, ook op een niet bijzondere camperplaats. Maar ja, er zijn er ook hier toevallig 3. En in de reviews was dit de beste. Dus nou ja, hebben we die maar gepakt. In de camperplaats bij een zwembad. En we lopen nu langs de oude stadswallen, denk ik, of zo. Langs een stroompje. Het is 1 kilometer lopen. Vanaf de camperplaats naar het centrum toe. Dus, nou. Ja, Monique zegt nu ook weer allemaal kastanje onderweg. Je ziet allemaal mensen kastanjes rapen in Duitsland. Ja, was wel grappig. Ligt er vol. Ja, vol van. Ja. Het is zo warm hier, hè? Kijk nou, wordt er oud. Ik zal de camera even omdraaien. Kijk, oude bruggetjes. Oude muur. Stadsmuur. Oude stadsmuur. Hier een poort. Ja, nou ja, wat voor poort dan door moet gaan. Ik moet ook even op Google Maps kijken welke kant we nou op moeten. We moeten die kant op. Kijk, even Google Maps. Ja, rechtdoor, ja. Ja. Sla rechtsaf. Oh, nou rechtsaf, nou. Links-rechts moeten we. Hier links en dan naar rechts. Daar dat klugje op. Gaat goed een keer, hè? Hallo. Nou, mag je zeggen. Ja, nou weet ik niet of we hier naar boven moeten of hier moeten lopen. Oh ja, zo'n basketbalveld. Daarboven. Ja, het moet prachtig zijn. Hè? Mooi dat strand. Ja, zeker. Nou ja, dit belooft in ieder geval al wat. Dit is al even lekker. Ja, en na zo'n autorit is het altijd lekker om weer eventjes in beweging te zijn.
Kijk eens hoe leuk. Het is echt gewoon een... Lijkt de Efteling wel. Stadsmuur. Ja. Ja, zeker weten. Kijk hoe mooi die herfstkleuren. Ja. Ja, 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 ja. Rood, geel, bruin. Dag in de verte, dat rode is ook mooi. Dat bedoelde je waarschijnlijk. Ja. Mooi, hè? Die rode kleur. Jeetje, het lijkt wel net, hè? Ja. Het lijkt wel of het er zo aan een slinger hebt. Ja. Zeker. Ik vind het toch wel een heel mooi pad. Eerlijk gezegd. Eens kijken hoe druk het daar ook is. Zie je dat? Ja, een soort patisserie, ja. Hier ook al. Santo, tja, stilo, kom maar, alstublieft. Je te don een stilo en een rode papier. Met vitamijntjes, ja. Wil je ook in het treintje? Kijk, bij je hotel. Ze hebben hier iets met bijen, hè? Of wespen, of... Hè? Moet je dit zien, zo. Ja, prachtig. Reken maar dat het zomers hier één grote bijen-wespenfestival is. Nou, we gaan even de toeristen uithangen. We gaan met het treintje een rondje maken door Wissembourg. Dat zou mij benieuwen. Zie je wat? Feest van de kastanje. Ga gewoon even kijken. Ik had het wel leuk. Maar ik heb het gezien hoor. Oké. Okay. Geen nou. Elsass info? Maar de, nou kom je in de Vogese, hè? Ja. Meer. Ja. Thank you.
Zo, de, die brug moet zwaar ondersteund worden, zie je dat? Tjoe. Ja, hier reden we langs met het treintje. Voor mij die kant op. Daar gaat het ook helemaal naar beneden. Watervalletje. Stroomt het, hè?